Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En ik open vandaag met een heel lief klein knoopje. Hoe geweldig is dat? Ik ben vandaag bijzonder lekker op pad, want na dagen en dagen van regen is het eindelijk weer een keer droog. En nou heb het zo gigantisch ongelooflijk veel geregend. En moet je kijken hoe droog die grond daar nog steeds is. Het is gewoon een spons en nou, voordat dat helemaal gevuld is met water. Maar ja, dat betekent wel dat wij lekker kunnen lopen zonder te sompen. Nou, ik ben bang dat dit wel een beetje de tendens van vandaag gaat worden. We zitten op een akkertje. Ik zit op een akkertje waar best al veel gezocht is. En waar over het algemeen oude stort in zure grond terechtgekomen is. Dus ja, dit zijn een beetje de muntjes die eruit gaan komen. Heeft ook een verhaal, dat dan weer wel. Kijk. Een stukje handvat van een lepel. Het is bijna niet meer terug te vinden, hè? Het is omdat je er zo vaak één gevonden hebt en dat je denkt van nou, oh. Nou, gaat lekker. Ik ben een beetje zenuwachtig, want ik heb een... Kijk, je ziet alleen de schoentjes, maar ik heb een dame bij me. En die loopt een dagje met me mee. Maar goed, een stukje lepel. Jij kunt heel lang maken dit verhaal, maar het is gewoon een stukje lepel en daar houdt het mee op. Kijk, soms is het gewoon leuk om wel ijzer op te graven. De bedoeling was om even te laten zien dat het verschil tussen ijzer en andere dingetjes. Dus ik denk, nou, ik graaf het op en dan zal er wel een hoefijzer omhoog komen of een plaat. Maar nou kwam er een soort scharnier tevoorschijn. Je ziet hier ook echt nog de draadnagels zitten. Ik zal hem thuis eventjes schoon tikken. Kijken of die dan beter in beeld gebracht kan worden. Dan komt hij ergens hier in de hoek. Maar dit is dan toch wel weer leuk. Het is een beetje jammer dat ik hem niet aan het eind van de ochtend gevonden heb. Want nu loop ik de hele tijd met dat ding te zeulen. En hij is best wel zwaar. Maar ja, er zijn ergere dingen. Ik denk dat ik hem zo laat. Ik vind hem wel leuk zo. Het is een stukje geschiedenis wat vaak in de afvalbak verdwijnt. Terwijl het best wel een heel leuk stukje geschiedenis is. Ik denk dat ik laat hem zo. Ik zal hem nog eventjes insprayen met wat olie. Dat het... misschien wat intrekt, dan blijft hij een beetje zoals hij nu is. Ja, ik vind het toch wel bijzonder zo met die vierkante klinknagels. Hier zie je er nog één, die is krom. Deze is al los. Deze zit nog vast. Ja, ik vind het wel leuk. Kijk, toch nog een zegelloodje. Of eigenlijk een accijnsloodje. Het is toch ver vergaan, maar... Je kan nog net aan wat opzien. En jullie horen het alweer. Ik ben niet met één dame op stap. Kijk eens. Ik heb weer een hele kudde bij me. We hebben een cadeautje. Tenminste een cadeautje. Een kluitje. En als ik zulke kluitjes heb, dan vind ik het altijd leuk om hem samen met jullie open te pakken. Ik zie hier al een heel klein dingetje zitten. Dus ik denk dat het een muntje is. We gaan hem gewoon samen openmaken. Ik kom wat dichterbij. Klap ik hem open. Ja! Het is een muntje. En daar is dan ook wel meteen alles weer mee gezegd. Ja, die muntjes hier die zijn echt heel, 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 heel slecht. Maar kijk, door de jaren heen is dat helemaal ingekapseld. Helemaal ingepakt.
En dat is misschien maar goed ook, want als dat niet zou gebeuren, ja, dan weet je helemaal niet meer wat er van over zou gebleven zijn. Dan is die misschien helemaal weg. Kijk eens, toch nog weer een muntje. Hmm. Het is een beetje een gek muntje. Ik kan niet zo goed zeggen welk duitje het is. Er staan wat letters een beetje gerommeld door elkaar heen. En de datum was 1778. Ik kan er nu niet zoveel van maken. Maar het is wel grappig dat als je zoveel duikjes uit de grond gehaald hebt en dat er echt iets leesbaars op staat en dat ik het zelf gewoon niet weet. Kijk, een musketkogeltje. En ik ben geneigd om altijd te zeggen musketkogel, hartstikke leuk, en dan doe ik hem weer in mijn zak. Maar de dame die met me mee is, dat is een, iemand die, ja, die is de doctoraal aan het halen voor kunst en sieraden. En die probeert een inzicht te krijgen tussen de relatie van metaaldetectie en sieraden. Nou, lang verhaal, doet er verder niet toe. Daardoor ga je wat dieper in op de vondsten. Dus we zaten net een beetje te fantaseren hoe zo'n musketkogel, hoe dat werkt. En dat je dan deze in je pistool moest doen en dan met een trechtertje kruid erin en dan met een vuursteen. En dan schoot je af en toen zegt zij heel komisch, en dan mis. En zo was het vroeger wel een beetje. Je was heel hard aan het werk om zo'n ding af te schieten. Dan was het wel belangrijk dat hij raak was, want anders had je er geen moer aan. Dan is de tijd toch wel anders tegenwoordig. Met de volle automatische mitrailleurs en andere dingen. Een soldier would start by taking a cartridge from his cartridge box. And a cartridge is a paper tube that contains black powder and a musket ball. A soldier was trained to load and fire 3 times in a minute. So he would start by biting off the end of the cartridge to open it up. He would pour some gunpowder into the priming pan. He would put the rest of the gunpowder and the musket ball down the barrel, draw his ramrod, ram the cartridge home so it's firmly seated and ready to fire. Make ready. Present. Fire. Kijk, ik zat net te vertellen dat, dat je wel verschil kon maken uit poep uit arme steden of poep uit arme gedeeltes en poep uit rijke gedeeltes. En als je een soort stortakkertje hebt waar de poep van rijke gedeelte opgestort is, dan kom je vaak zilveren muntjes en dat soort dingen tegen. Als je nou een veldje te pakken hebt waar de poep uit een arme gedeelte komt, dan kom je dit soort dingen tegen. Dit is een broodloodje, broodpenning, lood. Waar een W en een nummer op staat, dus wijk 18 of wijk 17. En in plaats van geld kreeg je deze en dan kon je eten kopen voor het gezin. Want als je altijd geld gaf aan die werknemers, dan gingen ze de kroeg in, dan zopen ze alles op en dan had het gezin nog steeds honger. Dus het was best wel een nobel systeem. Een broodloodje.